En u zei net aan het begin van dit gesprek... alleen in het allerlaatste geval, namelijk als mensen niet meer kunnen koken... als de ziekenhuizen geen gas meer hebben, dan overweeg ik... of dan kan het niet anders, zegt u eigenlijk toch? Ja. Wanneer is dat moment? Ja, dat weten we niet. Kan dat dit jaar nog zijn? Theoretisch kan dat, want stel even een scenario... waarin we niet in staat zijn de bergingen goed te vullen... omdat er te weinig gas uit Rusland komt. Stel, het wordt heel koud in de winter. Dan kan je in zo'n scenario terechtkomen. Het kan ook zijn, zeg ik er ook maar bij... hoort iedereen dat ook gelijk. We hebben ook een soort afspraken met buurlanden om ons heen. Wat zijn contracten? Niet alleen contracten, er is gewoon een Europese afspraak. Wij hebben Duitsland, België en Ierland op ons lijstje staan. Ja. Als daar die situatie ontstaat die ik net vertel... Ja. Duitsers overlijden in ziekenhuizen, bij wijze van spreken... omdat het daar zo koud is dat de mensen daar niet meer kunnen liggen. Dan gaat Groningen verder open. Dan wordt er aan ons gevraagd, kunnen jullie solidariteit leveren? En gaan we dat dan doen? Nou, ik denk als ik dan naar de Groningers toe ga en ik zeg... de kraan moet open om doden te voorkomen in Duitse ziekenhuizen... dat we dan toch over een andere situatie praten. Maar daarom zeg ik steeds, dat is echt wel ultimum remedium. Het allerlaatste, u hoort mij ook het scenario beschrijven. Het is geen vrolijk scenario. Nee, maar goed, dus dat is in ieder geval de beschrijving van het scenario. Maar als het helemaal tegen zit en de gaskraan naar Europese landen gaat echt dicht... zou dat dus dit jaar kunnen gebeuren? Omdat zo die landen om ons heen, wij niet zo heel erg... maar Duitsland en Italië met name, heel erg afhankelijk zijn van het gas van Poetin.